Een 32-jarige Rotterdammer heeft de avond van zijn leven in het casino. Hij wint een flink geldbedrag. Hij gaat niet in één keer door naar huis, maar gaat eerst nog een biertje halen in het centrum van de stad. En daar ontmoet hij een paar vriendelijke mannen die later uitblijken te zijn op zijn geld. Deze mannen presenteren zich als vrienden, maar het blijken berovers. De 32-jarige Rotterdammer, het latere slachtoffer, heeft iets te vieren. Hij heeft op zaterdag 24 januari een flink geldbedrag gewonnen in het casino. Na de winst gaat hij naar de diverse cafés aan het Stadhuisplein. Om 5 uur komt hij de skihut uit. Op dat moment loopt hij de lijnbaan op, maar daar wordt hij aangesproken door 2 mannen. 2 mannen die vragen aan hem van, joh, ga je nog even mee een drankje doen? Nou, hij loopt met ze mee en ze gaan een kroeg in. De mannen drinken dus nog wat in een café aan het Stadhuisplein. Om 7:15 in de ochtend vindt de 32-jarige Rotterdammer het welletjes. Hij gaat naar huis. Hij gaat weg bij het café en hij loopt de lijnbaan op. En hij heeft eigenlijk meteen door dat hij achtervolgd wordt. Dus hij kijkt om en dan ziet hij de 2 mannen die hem al eerder die avond hadden aangesproken. Nou, nog voordat hij hen aan kan spreken, vallen ze hem aan. Hij wordt geschopt, hij wordt geslagen en hij valt op de grond. Nou, de mannen beroven hem en ze lopen weg. En op het moment dat de slachtoffer opstaat, merkt hij dat hij al zijn geld kwijt is. Het geld wat hij eerder die avond gewonnen heeft in het casino. En deze mannen worden dus gezocht voor die straatroof. Van de kijkers van Bureau Rijnmond willen we weten of zij de mannen op deze beelden herkennen. Of dat ze andere informatie hebben die ons kan helpen met het achterhalen van de identiteit van deze daders. Heeft u tips in deze zaak? U kunt bellen met de eenheid Rotterdam via 0800 6070. Of meld Misdaad Anoniem 0800 7000.